Ja, we zijn hier op de Grebbeberg voor de Grebbeberg Masters. Het sporten met en voor de gewonde collega's. Dat stellen we ons ten doel om met name de mensen die bij hun dienstuitvoering gewond zijn geraakt, om die te erkennen en te waarderen. En onze kameraadschap met hen te laten zien. Een van de kernwaarden denk ik van de krijgsmacht is de kameraadschap. En om dat geen inhoudsloos begrip te laten zijn, moet je daar wel wat voor organiseren. Wat we vandaag doen is een prestatietocht, dat is eigenlijk in twee. We hebben lopers, een lopersparcours en we hebben fietsers. In totaal 230 teams, dat zijn er 30 meer dan vorig jaar. 1700 deelnemers die zeg maar meedoen met dit evenement. En heel concreet gaat dat leiden tot een opbrengst voor een aantal goede doelen. En de goede doelen voor dit jaar zijn de Stichting Hulphond. Om gewonde collega's te helpen weer zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. En het tweede goede doel is het Jeugdsportfonds. Aan dat goede doel heeft de Koninklijke Landmacht zich verbonden in het kader van KL200. En het Jeugdsportfonds helpt gezinnen die arm lastig zijn, die het geld niet hebben om hun kinderen te laten sporten. In deze tweede editie, dat is wel heel aardig om te melden, zie ik dat we defensiebreed teams op het parcours hebben. We hebben collega's van de marine gezien, van de luchtmacht, van de marechaussee. Er zijn teams van het CDC, van de DMO, dus dat is helemaal goed. Ja, we doen dit op de Grebbeberg, natuurlijk omdat de Grebbeberg een soort van holy ground is, denk ik, binnen de krijgsmacht, zeker binnen de Koninklijke Landmacht. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de slag om de Grebbeberg plaatsvond. Dus zo verbinden we eigenlijk geschiedenis met de hedendaagse tijd. Geven we ook weer invulling aan een van die waarden van de organisatie waar we voor staan. Namelijk goed zorgen voor hen die in het verleden bij ons gediend hebben. En dan nu heel specifiek voor onze gewonde collega's. De sfeer vandaag is uitstekend. Mensen komen echt met goede zin. Los van het feit dat het voor het goede doel is. En dat het prettig is om te sporten, zien veel mensen oude collega's, oude bekenden terug. Dus heeft ook een reunie karakter. Ja, daar worden mensen vrolijk van. Dus de sfeer is uitstekend. Dat zit helemaal goed vandaag. Iedereen is inmiddels in positie gebracht. En ik denk dat u het allemaal heeft kunnen zien. Ruim 28.000 euro voor de beide stichtingen, alsjeblieft. En ja, misschien hebt u die verhalen wel eens gehoord. Watson, pap. Kijken wie de baas is. Ik kan jullie verzekeren, je kunt beter 70.000 militairen hebben dan één hond soms. Jullie luisteren gewoon. Maar uiteindelijk, wat zo'n PTSS hulphond doet, is dat mensen die nou eenmaal de pech hebben om PTSS te krijgen, je kiest daar niet voor, het overkomt je. Die honden zorgen ervoor dat de kwaliteit van het leven van een veteraan en zijn gezin enorm verbetert. En dan is dit een smakgeld waar we veel hondjes voor kunnen doen, maar uiteindelijk de hondjes veel voor mensen kunnen doen. En we danken jullie er nogmaals heel hartelijk voor. APPLAUS.